De huidige wethouder in de Marne wil nog voor de zomer duidelijk hebben of er in de Groninger asiels van de dierenbescherming inderdaad gezonde honden worden afgemaakt. Waalkens schrok toen hij eerder deze week de beschuldigingen van enkele oud-medewerkers hoorde. Daar schrok ik van. Daar schrok ik van, want dit is natuurlijk toch wel een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. Daar schrik je van. Evelien van Zanden, die samen met twee oud-collega's de zaak naar buiten bracht, is blij dat Waalkens bereid is gevonden om als buitenstaander het onderzoek naar het asiel te gaan leiden. En ze hoopt dat inderdaad alle misstanden aan de kaak gesteld worden. En dat ze nu hier beginnen en dat ze gewoon het land doorgaan. Omdat er blijkt dat er veel meer aan de hand is. Het onderzoek naar de mogelijke misstanden in asiels van de dierenbescherming beperkt zich dan ook niet tot het asiel in Winschoten. Ook het tweede asiel van de dierenbescherming in onze provincie, dat in Zuidwolde, wordt in het onderzoek meegenomen. Ja, we gaan in eerste instantie gaan we kijken wat we nodig hebben om een analyse te maken. We zullen met de betrokkenen en de verantwoordelijken zullen we gesprekken gaan voeren. Proberen de feiten boven water te krijgen. Vervolgens gaan we kijken of dat alleen voor Winschoten van toepassing is. Maar ook naar het andere asiel waar in Groningen onder beheer van de dierenbescherming functioneert. En dan moeten we kijken hoe breed dat het is en hoe breed dat het wordt. Maar wat mij betreft is het zo dat we snel met het onderzoek beginnen. En ik zal samen met de onderzoekers het zo breed maken als nodig is, maar niet breder als noodzakelijk. En met die belofte kan in ieder geval dus Van Zanden goed uit de voeten. Ik ben opgetogen over het feit dat er een onafhankelijk onderzoek ingesteld wordt. Daar hebben we het voor gedaan.